Vandaag in deze video gaan wij een kijkje nemen bij de legerbasis van Napeleo. En mensen, dank jullie wel voor de support en ook de reacties op de vorige video. Ik kan het in één woord samenvatten: nostalgie. Mensen vonden het enorm leuk om te zien natuurlijk dat de Napeleo map er nog is. En het bracht ook heel veel herinneringen bij mensen op. En ik moet zeggen, vind ik leuk om te zien, want dat is het letterlijk ook voor mij. Als ik hier zo ben en dit zie en weet ik het allemaal, dan de ene na de andere herinnering komt naar boven. Van hier natuurlijk het FBI-gebouw met natuurlijk Menno. Tot hier op het strand met Menno. De onderzeeboten, de boot. Dat wij uiteindelijk naar een vrachtschip zijn gegaan. Het is werkelijk waar de ene na de andere rollercoaster van emotie die hierbij terugkomen. En vandaag, mensen, gaan we dus een kijkje nemen bij de legerbasis. Maar voordat we naar de legerbasis gaan, mensen, luister eens eventjes naar dit. We want to love. We watching Cosmo. I've been subscribing on Twitch and I'm giving more. I wanna donate, get my money now. Yeah, we know you playing Minecraft, it's funny now. Ja, er komt een Duffy Games song aan. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk wat jullie ervan vinden. Laat het even achter beneden natuurlijk in de reacties weten of je er zin in hebt. Of je het lekker vindt klinken. Let me know. En als je toch mee bezig bent, mensen, en je bent toch al daar met je muis aan het typen, klik ook meteen natuurlijk even allemaal massaal dat duimpje omhoog aan. En ben je nou nieuw, abonneer, welkom. Join ook de Discord. Linkje natuurlijk in de beschrijving. En wij gaan meteen door naar de legerbasis. We hebben geen tijd te verliezen. Want hier is namelijk de legerbasis. Een groot deel ervan, bijna helemaal, is die gebouwd door Vincer. En natuurlijk is hij gewoon aanwezig. En moet je zien, wat een unit. En dit is natuurlijk een unit, als we natuurlijk spreken over Napeleo size. Want ik moet zeggen, dit is een best oppervlak dat hier is. Natuurlijk een enorm groot, met de hand gebouwd schip. Met de hand gebouwd. Maar ja, mensen, kijk nou toch. Wat een legerbasis, hé. Met straaljagers, helikopters, transporthelikopters, Humvees en zelfs tanks. Als het goed is, ergens. Waren die hier? Hier waren de tanks. Ergens, toch? Ja, hier. Hier natuurlijk de tanks. En terwijl ik hier naar die tanks toe ga, mensen. En je ziet dit. Ja, Strader Memories. Raketten kopen hier. Och, mijn hemel. Zoals, wat gebeurt hier? Oh, oké. Oh, hey. Ja, lekker dit. Is dit zelfs hier gewoon dit? Nee, goed. De raketten staan er zelfs nog, mensen. Van de opnames natuurlijk de tank erbij en alles. Maar, ja, wat ik ook in de video van gisteren zei. Het is letterlijk een tijdcapsule. Alles heeft gewoon stilgestaan. Natuurlijk, het textpack is hier en daar wat veranderd. Dus je hebt in één keer prullenbakken als engine dingen, whatever. Maar dat nemen we eventjes voor lief. In ieder geval, Chinook helikopters, Apache helikopters. Mocht ik het verkeerd uitspreken, ja, dan heb je pech. Dan doe je het er maar lekker mee. Hier natuurlijk het gebouw. Wat denk ik de generaal moest zitten of zit of whatever. Ook niet heel veel mee gedaan volgens mij. Dat is ook een beetje hetgeen, mensen. Ik weet het ook allemaal niet meer wat allemaal wel goed is gebruikt en wat niet goed is gebruikt. Want natuurlijk, sommige plekken zijn wij heel veel geweest en sommige plekken ook niet. En toch kan ik me herinneren dat wij op een kantoor hier zijn geweest. En als iemand weet welke aflevering of wanneer het was, let me know in de reacties. Want volgens mij zijn wij toch echt hier ergens op een kantoor geweest omdat wij een afspraak hadden of we waren betrapt of, nou goed, ik weet het allemaal niet eens meer. Ieder geval hier dus de legerbasis, voertuigen waarmee ze dus dingen kunnen uitvoeren. Een industriegebeuren om natuurlijk goederen aan te leveren en ook natuurlijk weg te brengen. Een enorm marineschip om natuurlijk de boer in de gaten te houden of op uitzending of whatever you want to call it. In ieder geval dus gewoon marsvertoon. Dan hebben we hier natuurlijk een soort van satelliettoren ontvangst, whatever. Om natuurlijk dingen te kunnen intercepten, te kunnen communiceren en weet ik het allemaal. Gewoon heel vet gemaakt, al zeg ik het zelf. Maar dan, en ik weet niet of mensen dat nog herinneren, maar hier onder de legerbasis hebben we natuurlijk ook nog een heel groot stuk zitten. En dat is letterlijk een stormbaan. Er is hier gewoon een stormbaan, een werkplaats, alles erop en eraan. Volgens mij werden hier wapens gemaakt of iets in die trend. Ik don't ask me, ik weet het ook allemaal niet eens. Maar als mensen trouwens, als jij het nou weet, als kijker zijnde, hey, let me know. Laten we even de herinneringen erbij halen. We hebben hier de lockers natuurlijk, hè? De mensen die moeten zich omkleden, werken overal, whatever. De lockers, niet te vergeten, belangrijke plek. Dan, als we hier naar beneden gaan, dan hebben wij hier de werkruimte. Waar je natuurlijk roleplay-wise natuurlijk aan apparatuur kan sleutelen, noem het dan maar op. Alleen ja, tegenwoordig zijn de vending machines, want texture pack aangepast. Maar in ieder geval hier een werkruimte met, nou, dit is de loop van een tank. Dit is een loop van tank. En overigens voor de mensen die denken, heb je echt wel de reacties gelezen? Ja, ik heb ook de reacties gezien dat mensen graag de map download bij willen hebben. Alleen dat gaat niet gebeuren. Sorry. Dit is mijn project en dit blijft mijn project. I'm sorry. Oké, I'm sorry. In ieder geval voor de mensen hier, de stormbaan. Hij werkt en hij is ook volledig haalbaar.
om natuurlijk Army te trainen. Dus roleplay-wise konden, slash kunnen, just saying, pieuw, pauw, pauw, we natuurlijk hier nog steeds heel erg veel mee doen. Ik weet alleen niet of mensen erop zitten te wachten. Of mensen zeggen van, oh my god, een return van dit? Of iets in die trend? Oh god, een doolhof. Oh, hier weet ik toch de weg helemaal niet in. Oh nee. Maar op zich lijkt het mij natuurlijk wel heel vet om gewoon hier langs, hiermee door te gaan. Of iets nieuws te maken of whatever. Omdat alles is er gewoon. Het is eigenlijk is er gewoon letterlijk een soort van letterlijke opnamestad die gewoon helemaal ready is. Waar je het meest gekke kan gaan doen. Natuurlijk, het is allemaal roleplay. Dus het zou niet zijn dat mensen op kunnen spelen of whatever. Maar je kan wel een heel, heel, heel vet verhaal ermee gaan maken. En dat kan natuurlijk aansluiten op bestaande verhalen. Het kan natuurlijk ook iets compleet nieuws zijn. Maar het is er wel allemaal. Dat maakt het zo vet. En ja, als ik dit zo zie, wat ik zeg, het is straight up memory op memory. In ieder geval, de legerbasis, mensen. Yes, fucking ziek dat dit hier gewoon zo is. En de apparatuur wat er allemaal staat. En damn. En we hebben natuurlijk ook nog de onderzees liggen natuurlijk daar. En het is een beetje jammer dat ik natuurlijk nu niet fly speed heb en teleports heb, whatever. Want ergens hier in de zee liggen ook nog andere dingen. Alleen, ja, om daar nu te komen, ik weet oprecht niet helemaal welke route ik dan moet gaan vliegen. En voordat ik dadelijk 10 uur aan het rondvliegen ben, dan zou ook een beetje zonde zijn. Wat ik wel weet, en daarvoor moet ik deze kant op. We hebben hier natuurlijk ook nog een klein eilandje liggen in de zee, waar we natuurlijk ook opnames hebben gehad, destijds met Appelaar. En dat is natuurlijk, voor mij was dat zijn privé geheime eiland met zijn schimmige business, waar natuurlijk onder de grond, en je ziet dat dit is zo, de hele Fort Knox. Ik weet niet eens of dit eigenlijk uit de lucht ooit is laten zien, hoe dit eruit zag, dit hele eiland. Maar een heel Fort Knox heb je hier gewoon met echt een, nou letterlijk, belachelijk dikke muur eromheen. En hier had hij natuurlijk zijn schimmige business met onder de grond dingen. Voor de rest eigenlijk een vrij basic huisje met, nou ja goed, niet zo heel veel eigenlijk. Gewoon inrichtingje dat je denkt, oké, er is iets, maar voor de rest, hè, whatever. En uiteindelijk, als ik hier uit mag, hallo, there we go, kun je hier dus naar beneden gaan. En hier beneden had hij dus een opslag met cellen, of in ieder geval iets waar je kon slapen, TNT, goud wat hier werd gemaakt. Voor mij werd hier uiteindelijk nepgoud. Voor mij was dat het, nepgoud. Klopt dat? Oh my god, wat slecht dat ik het eigenlijk niet meer weet. In ieder geval, de hele fabriek, alles hier nog in intact. De kisten hebben we natuurlijk toen geplunderd in de opname, dat weet ik nog wel. Maar ja, wauw. Misschien hoor je het ook aan mij, mensen. Als ik hier ben, ik zei het ook voor mij gisteren in de video, ik word hier vrolijk van. Als ik het allemaal zie en wat hier allemaal is gedaan. En als ik dan terugkijk naar de aflevering die we hebben gemaakt. En de reacties erop en de views erop en de likes en weet ik het allemaal. Ik word hier gewoon blij van. En ook ergens, het is ook ergens een beetje iets van trots of whatever. Dat je gewoon zoiets hebt gemaakt en dat er gewoon, ja, de mensen zoveel fun aan hebben beleefd en weet ik het allemaal. Dus ja. En eigenlijk, de langer ik hierover praat en de meer ik hierin ben, begint het te kriebelen om hier gewoon een heel verhaal van te gaan maken. En misschien moet ik het ook gewoon gaan doen. Maar ja, in ieder geval mensen, vandaag hebben we dus eventjes de legerbasis bekeken hier in Apelio. Je ziet het, het is er allemaal bezig. De marineschepen, of ik moet zeggen de onderzeeërs liggen hier. En er is nog veel meer te zien in deze stad. We hebben natuurlijk nog het vliegveld. We hebben nog de haven. We hebben nog de FBI. We hebben nog de politie. We hebben nog de fabrieken. We hebben nog de hotels. We hebben nog een heel dorp gebeuren wat recentelijk is gebouwd. We hebben nog het ziekenhuis waar hele gekke dingen zijn gebeurd. We hebben nog de school. Kortom, we zijn nog lang niet klaar met Napelio. In ieder geval de map. Maar wat ik zeg, misschien moet ik gewoon een heel nieuw roleplay verhaal gaan maken in de stad Napelio. Ik bedoel, mensen herkennen het. Het is nostalgisch. Wie weet. Voor nu mensen wil ik jullie in ieder geval enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dan een andere video willen zien, klik dan nu hier links in beeld. Mocht je de gele Mindtopia playlist willen zien, klik dan hier rechts in beeld. Join de Discord, linkje of klik in beeld. Abonneer op dit kanaal. En mensen, tot de volgende keer.